Goedemorgen, het is vandaag woensdag 25 juni, 7:30 ochtends. Ik ga zo meteen naar Den Haag toe, naar het hoofdkantoor van Neoderma. Ik ben daar uitgenodigd voor hun beroemde biopeeling, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Neoderma is een skincare merk waar ik wel vaker over schrijf. En als jullie de vlog van een tijdje geleden kunnen herinneren van de beautybeurs in Utrecht, daar was ik ook door hun uitgenodigd. Ik ben dus heel nieuwsgierig naar de biopeeling. Het schijnt ontzettend goed te zijn voor je huid, anti-aging. Je huid schijnt er echt een oppepper van te krijgen. En aangezien ik nogal van de skincare ben, vind ik dat natuurlijk erg leuk. Den Haag is niet echt naast de deur, dus ik dacht het lijkt wel leuk om jullie mee te nemen. Ik ben van plan om daarna ook nog even naar het strand in Scheveningen te gaan. En zoals je ziet draag ik bijna geen make-up, maar dat is natuurlijk gewoon handig omdat dadelijk toch allemaal eraf moet. Het zonnetje schijnt in ieder geval lekker, ik heb er zin in en tijd om te gaan. Nou, ik neem natuurlijk mijn handtas mee en ook een make-up tasje, want omdat ik daarna nog eventjes dus naar het strand wil, weet ik niet hoe ik eruit zie en of dat ik heel erg rood word van zo'n bierpeeling. En dan is het misschien wel handig als ik wat make-up bij heb. Verder draag ik deze jeans van, die is van Primark. Deze pumps die zijn van Tamaris. En ik heb hier geen grote spiegel waar ik jullie mijn outfit voor kan laten zien. Ik draag een wit blouseje. Deze is van Mango. Ik neem ook voor de zekerheid nog een jas mee, omdat het, als ik naar het strand ga, natuurlijk koud kan zijn. Ik neem deze roze trenchcoat mee. Deze is van Lofies en daar ben ik heel blij mee. Ik heb hem nog niet zo heel lang, maar het is echt een super mooie jas. En ik neem natuurlijk slippers mee, want met hakken in het zand lopen is niet zo fijn. Over een half uurtje ben ik daar. En ik zit nu bij... Waar zit ik bij? Woerden. Ik zit bij Woerden. En ik heb zin in koffie. Normaal drink ik 's morgens altijd koffie, maar ik heb er nu nog geen tijd voor gehad. Dus het komt dadelijk wel, maar dan word ik altijd een beetje duf. Ik weet niet of meer mensen dat hebben, vast wel. Dus denk een soort verslaving. Dan moet je gewoon koffie hebben en dan ben ik pas een beetje wakker. Dus... Banda hier in Den Haag, in deze straat. Ik ben een half uurtje te vroeg, maar ik ga gewoon vast naar binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Koffie of thee? Oh, koffie zou heel erg lekker koffie? Zijn. Ja. Ja, zeker. Die is altijd het mooist. Ik ga even al je haar erin pakken. Heel lang haar. Yes, mag je weer gaan liggen. Zo. Die mengen we ook met een solution. En in die solution zitten eigenlijk voornamelijk de blekende ingrediënten. Die zet ik op een masker. Warme bakje eigenlijk. Dus een kruifwarme bakje. Zodat het goed kan mengen met elkaar. En omdat het warm is, wordt het ook nog beter opgenomen door de huid. Okay. En de solutions en de enzymen, die gaan heel goed mengen met elkaar dan. Zo, dan leg ik even een matje onder je oog. Ja, mag je het oog sluiten. Dan ga ik even je mascara van de ogen halen. Dit doe ik met de Dual Face. Hier zitten zijdeproteïnen in. En zijdeproteïnen werken gelijk op de lijntjes van de ogen. Maar zorgen er ook voor dat de wimpers versterken. Het productgebruik die speciaal voor de ogen is ontwikkeld. Zodra je een product gebruikt met te veel olie, dat gaat de make-up er wel makkelijk van af. Maar die olie kan achter je ogen een vliesje ontstaan. En dat kan ook weer heel schadelijk zijn voor het oog. Zo gebruiken we eigenlijk altijd... Voor de biopeeling. Het is namelijk in gelijk een heel reinigend en zuiverend reinigingsproduct. Daar zit biozwavel in.
En dat absorbeert het overtollige talg. Hou ik nu de liquid soak eraf met een warm compres. Ik ga nu de marine enzym peeling aanbrengen. Je brengt het aan in 2 etappes. Dus ik laat nog een halfje in het bakje zitten. De marine enzym werkt eiwitsplitsend. Dus die zorgt ervoor, door de papaya en ananas extracten, dat het op een hele fijne manier de dode huidcellen van de huid worden verwijderd. Het heeft ook geen korrel. Dit is de enigste scrubachtige peeling die voor de biopeeling gebruikt mag worden. Hij verweekt het talg, waardoor het heel makkelijk ook uiteindelijk de poriën kan uitreinigen. Voor mensen met pigmentvlekken is deze ook ontzettend geschikt. Er zitten blekende ingrediënten in. Op een hele natuurlijke manier lichtblekend. Door de berendruif ook die erin zit. Zo. Ga ik eerst je huid vochtig maken. Dan blijven de kruiden beter aan je huid. Dan ga ik de kruiden aanbrengen. Te veel is voor de huid. We werken van oor tot oor. Omdat de lymfebanen vrij moeten blijven, dan kunnen alle afvalstoffen ook weer afgevoerd worden. Dan ga ik de kruiden geleiden over je huid. Met hele zachte rotaties. Zorg ervoor dat die huid niet beschadigd wordt. Die kruiden die doen het werk. Die sluizen nu de huid in. Die gaan naar de basaalcellenlaag. En in de basaalcellenlaag krijgt de huid een seintje. Voordat er niet te veel gewrijfd wordt over de huid ook, want dat is helemaal geen aangenaam gevoel. De sponsen zijn goed vochtig. Dus dan kunnen de kruiden zeg maar op die sponsen een beetje ingezogen worden en kan ik ze zo allemaal afschrijven. Brengt de oogverzorging aan van de Advanced. Komt het Advanced Power Lift Serum. En dan komt de crème. Dit is de dagcrème. Die bevat ook parels en diamanten. Dus geeft hij het een direct en stralende tint. Nou, ik ben nu klaar. Het was heel erg lekker. Hele fijne behandeling. En mijn huid voelt weer lekker zacht. En ja, ik vond het wel heel erg fijn. En het doet geen pijn of zo. Ik ga nu even naar Scheveningen. De camera trilt een beetje, maar dat komt omdat we hier op een hobbelig wegrijden. En het zonnetje schijnt, dus nu op naar het strand. En ik heb daar even mijn make-up bij gewerkt. Ik heb spulletjes meegekregen om alles thuis goed bij te houden. Scheveningen, vlakbij de boulevard. Ik hoef alleen nog maar even een trapje af. En ik hou zo van de zee. Ik woon er zelf natuurlijk helemaal niet dichtbij. Zoals dus er even ben, oh heerlijk die zee en dat gevoel. Echt, kan ik echt van genieten hoor. Nu gezellig op de boulevard. Even een beetje kijken. Ik heb te weinig tijd om echt te winkelen. Helaas pindakaas. Maar goed, zonnetje schijnt en het is wel leuk hier. Ik ga nu eerst even ergens wat eten en een kopje koffie drinken. De hele dag nog niks op. Ik zit hier nou bij een of ander strandtandje. Ik ga nu lekker eten. Het is een of andere burger of zo. En een iced tea. Nou, nu weer op de terugweg naar Brabant. Hopen dat er geen file staat op de A12. Op de A12. Vandaar dat ik niet zo heel lang in Scheveningen ben geweest. Maar dat maakt niet uit. Ik heb de zee toch even gezien. En even lekker van het zonnetje genoten.
En het wordt steeds donkerder. Dus ik hoop niet dat we regen krijgen eigenlijk. Ik ben weer thuis. Het is 5 uur 's middags. En het was goed te doen op de weg. Alhoewel het toch vanaf hier ruim 2 uur rijden is richting Den Haag en Scheveningen en zo. Ik heb in ieder geval een tasje met producten meegekregen van Neoderma. Om goed de huid hiermee te onderhouden. Vooral de aankomende 10 dagen. Je ziet echt na 10 dagen pas echt resultaat. Maximaal resultaat van de behandeling. En als je huid dus een beetje gaat prikkelen, dat betekent dat je dus water moet drinken. Je moet heel veel water drinken de aankomende 10 dagen, of ik in ieder geval, om alle afvalstoffen af te voeren. En nu ik het dus een tijdje in de auto heb gezeten, voel ik dat dus wel. Dan wordt het wat warmer, zeg maar. En verder lagen er na 2 hele leuke pakketjes op mij te wachten. Ik mocht vorige week bij een zonnebrillenwebshop een Michael Kors bril uitzoeken. Dat heb ik gedaan en die heb ik nou thuis gestuurd gekregen. Ik ga hem denk ik nog niet laten zien. Binnenkort kunnen jullie hier meer over lezen op mijn blog. En dit pakketje, en het zijn 1, 2, 3, 4 nieuwe eau de colognes van Oriflame. En die zijn ideaal voor als het warm is. En die kun je eigenlijk all over gebruiken. En het zijn echt mega flessen en ze ruiken heel erg lekker. Ik heb net even die geroken. Die is echt, dit is mijn favoriet. En er zit ook nog een parfum in, een nieuwe voor de zomer van Oriflame. En zo is er dus een eind gekomen aan deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat je genoten hebt. Neoderma, heel erg bedankt voor jullie behandeling. Ik ga jullie natuurlijk na het zien van deze vlog nog uiteraard op de hoogte houden van het effect van de biopeeling. En vanavond ga ik vast deze video helemaal uitzoeken en editen nog. Verder dankjewel voor het kijken. Vond je dit een leuke video, dan graag duimpjes omhoog. Ik wens jullie een hele fijne dag. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doeg!